De Britse filosoof John Locke is een van de bekendste van de Britse empiristen. En in deze les behandelen we het onderscheid dat Locke maakt tussen zogenaamde primaire en secundaire kwaliteit. Om goed te begrijpen wat de achtergrond is van Locke's onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten, moeten we eerst goed begrijpen wat Locke's idee is over materie. De materie waaruit de zintuigelijk waarneembare werkelijkheid is opgebouwd. En die wij dus met behulp van ogen, oren, etc. waar kunnen nemen. Volgens Locke is het zo dat de materie waaruit elk fysiek object is opgebouwd uitgebreidheid heeft. Waarbij uitgebreidheid moet worden begrepen als lengte, breedte en hoogte. En dat die materie ook ondoordringbaar is. Dat wil zeggen, als je echt één fysiek object hebt, neem een kast, dan heeft hij een bepaalde lengte, een bepaalde breedte en een bepaalde hoogte. En hij is in zoverre ondoordringbaar dat je de kast stuk moet maken om door de kast heen te kunnen gaan. En die fysieke objecten, die zijn ofwel ondeelbare atomen, of hij bestaat slechts uit atomen. En zo'n fysiek object heeft een grootte, een vorm, een plek waar die is en beweging of rust. Dat wil zeggen, die fysieke objecten, de meeste fysieke objecten die we zijn, die bestaan dus uit atomen. Boeken, kasten, computers, balletjes, muren, bestaan allemaal uit atomen. Je kunt die afbreken, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment kom je daar op het punt dat je te maken hebt met ondeelbare atomen. En ook die ondeelbare atomen zijn fysieke objecten. Tussen die atomen zit misschien wel iets, zit misschien niet iets. Maar door het feit dat fysieke objecten uitgebreidheid hebben en ook ondoordringbaar zijn, hebben ze ook een bepaalde grootte. Een bepaalde vorm door de manier waarop fysieke objecten die uit meer dan één atoom bestaan samen zijn gesteld uit die atomen. Ze hebben een bepaalde plek waar ze zijn in verhouding tot allerlei andere atomen. En ze hebben ofwel beweging ofwel rust. En alle veranderingen in fysieke objecten, waaronder ons lichaam zelf, wat natuurlijk belangrijk is voor het proces van waarneming, al die veranderingen zijn het gevolg van deeltjes die tegen elkaar aanbotsen. Dus er is niet zoiets als actie op afstand. Het is alleen maar mogelijk dat dingen gebeuren omdat deeltjes tegen elkaar aanbotsen. Nou, we zullen zo meteen zien dat het belangrijk is omdat op de een of andere manier dit soort eigenschappen van deeltjes die daarnet beschreven zijn fundamenteler zijn dan allerlei andere eigenschappen die wij ook op de een of andere manier tegen lijken te komen in de zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. En nu komen we meteen bij het onderscheid waar dit filmpje over gaat, namelijk het onderscheid tussen de primaire en de secundaire kwaliteiten. En laten we eerst eens kijken naar het vakje linksbovenin, beginnen met uitgebreidheid. De primaire kwaliteiten zijn de volgende. Uitgebreidheid, ondoordringbaarheid, grootte, vorm, plek, beweging, rust en gewicht. Dus eigenlijk die kwaliteiten die we daarnet noemden, dat zijn de zogenaamde primaire kwaliteiten. Secundaire kwaliteiten zijn kwaliteiten van een heel andere orde. Want secundaire kwaliteiten zijn vermogens om gewaarwordingen bij ons als waarnemende wezens teweeg te brengen. Gewaarwordingen bijvoorbeeld van kleur, geur, smaak en warmte. En het belangrijke punt is dat die vermogens, die secundaire kwaliteiten, uiteindelijk bepaald zijn door de primaire kwaliteiten. Oftewel, het is omdat een object bestaat uit moleculen of uit atomen die op een bepaalde manier samen zijn gesteld, dat object het vermogen heeft om in ons de geur van aardbei teweeg te brengen. En je zou kunnen zeggen dat die vermogens volledig bepaald zijn uiteindelijk door primaire kwaliteiten, omdat ze bepaald zijn door de primaire kwaliteiten van de objecten die wij waarnemen, maar ook door de primaire kwaliteiten van ons lichaam. En het is de interactie tussen die twee die bepaalde
samenstellingen van atomen het vermogen geeft om gewaarwording van kleur, geur en smaak, et cetera, in ons teweeg te brengen. Nou, die primaire kwaliteiten zijn kwaliteiten die ook waarneembaar zijn op verschillende manieren, namelijk met meer dan één zintuig. Je kunt de uitgebreidheid van iets zien, maar je kunt het ook betasten. Of doorvoelen waarnemen. En de secundaire kwaliteiten die zijn slechts waarneembaar met één zintuig. Bijvoorbeeld, je kunt alleen maar geur ruiken. Je kunt alleen maar warmte voelen. Dat is natuurlijk een beetje twijfelachtig, want je zou kunnen zeggen, je kunt ook warmte op een andere manier duidelijk maken. Je kunt ook warmte waarnemen, maar goed. Je kunt alleen maar kleur zien. Bovendien, ten slotte zou je kunnen zeggen, is er voor de primaire kwaliteit geldt dat er een gelijkenis is tussen de gewaarwordingen van die kwaliteiten en de subject-onafhankelijke werkelijkheid. En voor de secundaire kwaliteiten geldt dat er geen gelijkenis is tussen de gewaarwordingen die veroorzaakt worden door die secundaire kwaliteiten en de subject-onafhankelijke werkelijkheid. En we gaan zo meteen zien wat die gelijkenis dan inhoudt. Oké, allereerst kun je je afvragen waarom dit onderscheid. Waarom is het eigenlijk belangrijk? Hè? Ik bedoel, Locke had zo 4, 5 verschillende kwaliteiten kunnen noemen. Vanwaar dat deze kwaliteiten überhaupt genoemd worden? Waarom zijn wij daarmee bezig? Nou, dat heeft in een zekere zin de volgende reden. Locke zegt dat elk fysiek object, elk wat hij dan noemt body, heeft uitgebreidheid heeft en onderdringbaarheid heeft. En omdat het uitgebreidheid heeft en onderdringbaarheid heeft, heeft het ook alle andere eigenschappen die eruit volgen, die we daarnet noemden onder het kopje primaire kwaliteiten. Oftewel grootte, vorm, plek, beweging, rust en gewicht. Nou, dus zou je kunnen zeggen, deze primaire kwaliteit of eigenschap, die zijn eigenlijk onderdeel van ons concept fysiek object. Dat wil zeggen, als wij denken over een fysiek object, dan weten wij dat het de inhoud van dat concept zodanig is dat iets uitgebreidheid, onderdringbaarheid enzovoorts moet hebben om een fysiek object te zijn. Haal je een van die eigenschappen weg, dan is het dus geen fysiek object meer. Voor alle overige eigenschappen die fysieke objecten hebben, zoals geur, zoals kleur, etc., geldt dat niet elk fysiek object ze heeft. Dus deze secundaire eigenschappen, om het maar zo te noemen, die zijn geen onderdeel van ons concept fysiek object. Dan kun je alsnog zeggen, wat maakt dit dan eigenlijk uit om dit onderscheid te maken? Nou, je zou kunnen zeggen dat Locke op de een of andere manier toch probeert te ontdekken welke eigenschappen fundamenteel zijn. Welke eigenschappen zodanig zijn dat alle andere eigenschappen ervan afhangen. En natuurlijk wordt hij daarbij medegestuurd door zijn atomistische kijk of zijn corpuscularianistische kijk, zoals zijn ideeën over materie ook wel worden genoemd. Daar wordt hij door gestuurd. Nee, want die eigenlijk zijn de belangrijkste eigenschappen die eigenschappen die je zou kunnen omschrijven in zuiver en gemakkelijk zou kunnen omschrijven in termen zuiver van die atomen en hun verhouding. En dit laat één aspect zien, zou je kunnen zeggen, van die primaire en die secundaire kwaliteiten. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is die vraag naar gelijkenis. En om te laten zien dat er een verschil is tussen het soort gelijkenis dat gewaarwordingen van primaire kwaliteiten hebben. En dan de gelijkenis dus tussen die gewaarwordingen en de subject-onafhankelijke werkelijkheid. En de gelijkenis tussen gewaarwordingen veroorzaakt door secundaire kwaliteiten en hetgene waarvan ze een gewaarwording zijn. Moeten we eerst even stilstaan bij het feit dat gewaarwordingen veroorzaakt door secundaire kwaliteiten. Ik spreek de hele tijd over veroorzaakt door secundaire kwaliteiten, omdat die secundaire kwaliteiten een vermogen zijn om een gewaarwording in ons teweeg te brengen. Dit soort gewaarwordingen die worden volledig bepaald door de primaire kwaliteiten van de objecten waar ze secundaire kwaliteiten van zijn. Maar gewaarwordingen veroorzaakt door secundaire kwaliteiten, daarvan zou je kunnen zeggen, die hoeven niet bepaald te zijn door primaire kwaliteiten om correct te zijn. Als jij bijvoorbeeld een kopje koffie ruikt, dan is het feitelijk natuurlijk zo, gegeven de Locke's kijk op de materiële werkelijkheid, dat
dat die geur alleen maar tot jou kan komen, dat je alleen maar gewaar kunt worden van die geur, zou je kunnen zeggen, doordat de materie in het kopje waar de geur uit opstijgt, op de een of andere manier in verhouding staat tot elkaar. Dat is feitelijk het geval, maar je zou ook op een andere manier, zou je in principe, zou je kunnen zeggen, die geur kunnen hebben. Hè, dus om correct te zijn, om een daadwerkelijk juiste afspiegeling te zijn van hoe de werkelijkheid in elkaar zit, hoeven ze niet veroorzaakt te zijn door die primaire kwaliteiten. Maar gewaarwordingen, of bepaald te zijn eigenlijk, niet veroorzaakt, maar bepaald zijn de primaire kwaliteiten om correct te zijn. Gewaarwordingen van primaire kwaliteiten moeten echter wel bepaald zijn door primaire kwaliteiten om correct te zijn. Want anders dan is het zo dat jij de gewaarwording hebt van iets dat uitgebreid is, maar dat niet de gewaarwording is van iets dat uitgebreid is. Hè, dus je hebt de gewaarwording van iets alsof het uitgebreid is, van iets als uitgebreid, maar alleen als die gewaarwording bepaald is door de primaire kwaliteit van het object waarvan je gewaar wordt, zou je kunnen zeggen, is dat ook een correcte gewaarwording. Dus lijken de gewaarwordingen van primaire kwaliteit op de subject-onafhankelijke werkelijkheid, in zoverre dat ze bepaald moeten zijn door de primaire kwaliteiten van die subject-onafhankelijke werkelijkheid om correct te zijn, en de gewaarwordingen veroorzaakt door secundaire kwaliteiten niet, omdat je zou kunnen zeggen dat die secundaire kwaliteiten eigenlijk feitelijk gegrond zijn in de primaire kwaliteiten van die objecten, en daarmee helemaal niet lijken op datgene waar ze feitelijk in gegrond zijn. Nou, Locke is iemand die nadrukkelijk geassocieerd wordt met het realisme en met een bepaalde kijk dus op de subject-onafhankelijke werkelijkheid. Namelijk, volgens het realisme is er een werkelijkheid onafhankelijk van het bestaan van waarnemende en denkende subjecten. En er zijn twee vormen van het realisme, het onmiddellijk of direct of naïef realisme. Namelijk als we iets waarnemen met behulp van onze zintuigen, dan nemen wij onmiddellijk de subject-onafhankelijke werkelijkheid waar. Onmiddellijk dus. En het middellijk of direct realisme, dat zegt als we iets waarnemen met behulp van onze zintuigen, dan nemen wij nooit onmiddellijk de subject-onafhankelijke werkelijkheid waar. Dat wil zeggen, er zit altijd als het ware iets tussen wat wij waarnemen en die subject-onafhankelijke werkelijkheid. Maar tegelijkertijd is het zo dat wij dat wat wij feitelijk waarnemen vaak wel wordt gezien als een betrouwbare afspiegeling van die subject-onafhankelijke werkelijkheid. Nou, dus als wat wij waarnemen bepaalde zaken zijn die voor ons geestesoog verschijnen en wij nemen nooit iets anders waar, dan wil dat nog niet zeggen dat hetgene wat voor ons geestesoog verschijnt niet een accurate afspiegeling is van hetgene wat zich in de subject-onafhankelijke werkelijkheid bevindt. En veel middelijk realisten geloven wel degelijk dat het een betrouwbare afspiegeling is. Ten slotte is er het idealisme. En volgens het idealisme is er geen werkelijkheid onafhankelijk van het bestaan van waarnemende en denkende subjecten. En Locke is dus een middelijk of indirect realist, want hij gelooft dat wij nooit direct de objecten in de subject-onafhankelijke werkelijkheid waar kunnen nemen, maar altijd dat we het alleen maar waarnemen door eerst iets anders waar te nemen.